Solution-focused brief therapy was developed by Steve DeShazer and Insoo Kim Burke in Milwaukee, United States, in the 1980s. It was actually developed as a rebellion against traditional psychotherapy, where the therapist is very much the expert. Solution-focused therapy aims to work together with the client, who understands his own circumstances the best, in order to arrive at a solution that is pragmatic and realistic. The result is a respectful brief therapy with workable solutions that the client can actually carry out by making the needed changes. On this video, you will see Insoo Kim Burke working with the teachers and children of a school in Soest, the Netherlands, introducing the model. When she returned home, she saw the video and she was thrilled and she was touched by the children who she called darlings. Unfortunately, a few weeks later, Insoo died. She died very peacefully in her hometown, Milwaukee. I understand that you would like some help with your classroom management. Mm-hmm. Is that my understanding? Yeah. Okay. So what is it that, how would you like your classroom to be different than how it is right now? Wat zou je graag anders willen in de klas dan het nu is? Ik denk dat het goed is om even een aantal elementen te noemen. Oké, okay, I will mention some things that we have difficulty with in this group. All right. Een gebrek aan verdraagzaamheid. Dus de kinderen kunnen heel weinig van elkaar hebben. They are very easily irritated. Uh-huh. They easily irritate each other. Mm-hmm. Ze reageren heel snel op elkaar. Okay. Ik noem het een leuk woord, het gummetjeseffect. When someone drops something on the floor, then immediately there's an effect. You know, it gets all the attention. And they are very easily distracted in the class. Right. Individueel zijn het allemaal schatten. Individual children are very nice, the cuties. Yeah. But when they are together in a group, They get into trouble. Okay. So with gymnastics, there's a lot of irritation also. Mm. And it's like they know each other weak spots. Yeah. Mm. And they make use of it. Our children expert at them. Yes. Uh-huh. Maar dat benoemen ze alleen. En ook al wijs je ze erop. En proberen ze wat positiefs te zien of heel moeilijk. Even so they approach, they keep approaching each other in a negative way. Mm-hmm. Mm-hmm. So we try to reward the children that behave well at the end of the lessons. Mm-hmm. But it seems they don't care really. We preken natuurlijk heel veel. En je probeert heel veel door middel van gesprekken dingen op te lossen. Maar je ziet ook dat ze dat zat gaan worden. Okay. So we lecture a lot. We talk a lot. We lecture a lot with the children, but it's like they are getting immune. Mm. Yes, they don't. Yes. Well, I could see. I mean, the love of it of children are there in both of you. Okay. You just have such affection for the children and such passion for teaching. So, as a result of working with us, how are you hoping? What kind of outcome are you looking for? How could it? Voor mij is het belangrijkste dat de kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. So that the children will interact in a positive way, will respond in a positive way to each other. Mm-hmm. So that we can do a good teaching in a good atmosphere. Dat is voor mij belangrijk. Ja, en dat is eigenlijk ook hetgeen wat ik onderschrijf. That they respect, there's respect amongst the children, and that they keep to their task. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay.
Okay. Sure. All right. I run out of questions. Okay. I want to tell you, I am here to observe all the good things you are doing. I'm going to watch, and I'm taking notes. And at the end of the hour, at the end of the lesson, I will tell you what's on my note. Got it? Okay. All right. Good. Ja. Hallo. En dan is het alleen dan dat je bij die onderste afstand zit. Ja. Dat is dan nog hetzelfde nummer. Prima. Ja, dat is goed. Kom. Even de vraag van Pul. Met welke moet ik nu verder? Heb jij die allemaal achter? Ja. Met jou, jij per ongeluk stootte je drinken op. And you quietly went over there, got a little wiping cloths, came up. Toen pakte je even een doekje om het schoon te maken. Very clean, very nice. En dat heb je heel goed gedaan. I noticed that all of you who had a question or want to answer the teacher's question, everybody raised the hand and waited. And I think, was that you went up in the board, started answering? That was you, right? And you came forward on the board. And everybody watched very quietly. Okay. Then I noticed you were helping so many people. You helped with her. And when you asked him for help, he went over there and helped you. And you hielp your overbuurman on the other kant. And then when you needed help, he also helped you. And toen jij iets vroeg, toen hielp je ook je buurvrouw aan de rechterkant. After you got help from him, you went back to your work very quietly.
And you got in some trouble. I don't know what happened, but you got a little bit irritated with him. And then you raised the book, and then you put it down, and then you went back to your work. Very good. Very good. Okay, fantastic. 10 is the best class in whole Holland. And 1 is the worst class. What do you think you made? What number would you say you are? Wat voor cijfer zouden jullie geven? Yes? 9. What do you think? 9? 8. Okay. Speak English. Hey, pretty good. 9 and 8. Any other number? Yes. 7. Yes. 6. Ooh. Okay. I would say. I have seen lots of children, and I would say what I saw today is about 8.5. 8.5. That's very high. That's heel hoog. Did you know that? Wist je dat? Wisten jullie dat? Yes. No? Yes? 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 No? Okay. So, obviously, you know how to behave? Yes. And you know what to do? Je weet precies wat je moet doen. So, you and your teachers will work together. And your job is to stay at 8.5. I'm sure there will be days you will go up to 10, or there may be days when you go down to maybe 7. You will have some ups and downs, but you will stay, try to stay at 8.5. And thank you so much for allowing us to come to your class and watch you work. And we appreciate it very much. And now I can go back to America and say, I saw wonderful class in Holland. So thank you so much and keep up the good work. En hartelijk bedankt en blijf zo doorgaan. Goodbye. 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 Thank you. So, what is your reaction? Ja, verbaasd. Ja, verbaasd, blij. Surprised. Goed om te zien. Happy, yeah. Good to see. Yes. I saw some children doing things that was really fantastic. I expected they would have a hard time, but they didn't. Mm-hmm. Especially the children who are dominant in this restlessness, they were doing a good job. Yes. Most children are accustomed to having the teacher evaluate them. Mm-hmm. Now we want to teach the children how to evaluate their own behavior so they take more responsibility for their own behavior. So then next we will do this a few times. And then we start to gradually get them to figure out, and we already started with 8.5. And get them to say what would 8 point look like, what would 9 point look like, what would 10 look like. So when it's their goal, they are more likely to be responsible for each other. Leerkrachten. We zijn nu 3 maanden verder. Ik wilde jullie vragen, zijn er kleine verbeteringen in de klas? Ja, zeker wel. Vind ik wel.
het negatieve gevoel wat we in het begin best wel hadden, vind ik een hele positieve, toch wel een positiever draai gekregen hebben. Wat vind je dat er veranderd is? Het wordt veel gezelliger. Het is veel behulpzamer, de hele klas. Gezelliger? En de kinderen zijn behulpzamer? Mm-hmm. Wat doen ze dan nu? Nu praten ze veel minder en ze luisteren veel beter. En ze helpen veel meer. Vind jij dat het gezelliger is geworden in de klas? Ja. Hoe dan? Nou, eerst was er best wel vaak ruzie en toen gingen best wel veel kinderen naar de gang en nu niet meer. Nu bijna niet meer. Dus minder ruzie? Het heeft voor ons ook wel even geduurd voordat wij onze draai erin konden vinden. Het compliment geven, toch weer wat meer geduld hebben, je grenzen terug, weer een stukje terughalen. Wat ik bij mezelf heel goed merk is dat het complimenten geven wordt meer een gewoonte. En dat voelt wel goed, omdat je ook ziet dat de kinderen goed op reageren. En helpt dat als je een complimentje krijgt? Ja, dan krijg je dus wel meer steun en dan wil je aan het door blijven gaan, zodat je steeds meer complimentjes krijgt. Ik vind het een enorme inspanning geweest van de leerkrachten om het voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dus het vraagt van de leerkrachten echt een omkeer. Mm-hmm. Het vraagt de omkeer van niet kijken van, daar zitten kinderen vervelend te doen, maar te kijken naar van daar gaat het goed en dat benadruk ik en dat laat ik even voor wat het is. En ik kijk naar de reactie van die kinderen of ze het positieve oppakken. Okay. Spelen is altijd moeilijk, mm-hmm. want dan val je onmiddellijk toch door een mand, maar als je het ook van binnenuit voelt, dan komt dat ook naar de kinderen sterk over. Maar ik moet er wel, dat is de realiteit, het gebeurt ook wel, dat het heel erg moeilijk is. Om je toch even positief op te stellen. Het mislukt ook wel eens. Ja, ook het inzoes geweest, dat heeft ook wel geholpen. En de schade hebben ook wel geholpen. Toen we hoorden dat Inzo was overleden, ja. Toen schrokken we ook wel heel erg. Toen deden we nog meer ons best. Echt waar? Vond ik dan. En het gaat ook steeds beter. We halen steeds hogere cijfers. In het begin schommelde het een beetje van 6 naar 7 en zo. En later ging het steeds beter. Echt waar? Hoe helpt dat precies als je met die schalen bezig bent? Nou, bij elke schaal staat iets. Dus bij schaal 8 gewoon rustig werken en overleggen. Mm-hmm. Schaal 10 gewoon helemaal muisstil zijn. Oké. In schaal 6 dat het heel rumoerig was. Oké. En de schalen, hoe helpen die? Dat we gewoon elke dag gaan kijken en dan probeer je gewoon echt je best te doen. En als iemand dan praat en het wel niet mag, dan, dan zeggen we vaak gewoon even wil je stil zijn. Als wij het wel eens een keer vergeten of niet op tijd aan denken, dan begint het kind of moeder de schaal nog even doen. De schaal hebben wij genomen van 1 tot en met 10. Nou, 1 is dus heel erg laag. 10 is het allerhoogste wat je kunt bereiken. En daar streven de kinderen ook wel naar. Dat is wel het leuke van, we gaan naar die 10 toe. Mm-hmm. En dan geven we ook aan met een streepje waar ze dan zitten. Dan zeggen we, vandaag gaan we werken in goed luisteren, geconcentreerd werken. Zo hebben de kinderen zelf de items benoemd. Dus er staan ook op het bord waarvoor gekozen wordt. En nu hebben we respect voor elkaar hebben. En dan moeten we allerlei dingen wat respect voor elkaar wat dan nodig is. Meer respect voor elkaar, dat is een heel duur woord. Wat is dat precies, respect? Elkaar accepteren. Elkaar accepteren? Nog een moeilijk woord, accepteren. Wat is accepteren dan? Elkaar niet blokkeren. Elkaar niet blokkeren, oké. Wat een dure woorden allemaal. Respect, accepteren, niet blokkeren. Wat is dat nou, accepteren? Dat je zegt, ja, ik wil je wel helpen, in plaats van, nee, dat wil ik niet. Ja, dat is accepteren. Aannemen. Iets aannemen. Oeh, nog een duur woord. Hè? Als ik jou nou eens een schaalvraag mag stellen, op een schaal van 1 tot 10. Waar zou je zeggen, waar zat de klas voordat we met deze manier van werken begonnen? En waar zit die nu? Oké.
Dat vind ik wel een hele leuke vraag. Toen ik de eerste paar weken in groep 7 af en toe wel eens even overnam, toen vond ik het soms af en toe een moment dat ik dacht dat het een 3 was. Ik vond het laag, ik vond het moeilijk. Je moest zelf als leerkracht en alle zeilen bijzetten, zeg maar, om de kinderen te motiveren om te blijven werken. Mm-hmm. En zo gaan we het traject. Vanmiddag ben ik voor een klasbezoek even geweest bij mijn collega. En dan zie ik die houding van die kinderen is zo veranderd, zo veranderd. Ze doen anders, ze zijn anders met elkaar. En ik zou ze nu, ik denk wel een 7 of een 8 willen geven. Ja. Wat helpt voor een betere sfeer in de klas? Af en toe als ook iemand niet kijkt, dan zeg je gewoon zo even de kip erin aan, zeg je opletten. Ah, dus jullie helpen elkaar door even te tikken? Ja. Oké, super. Nog meer dingen die helpen voor een betere sfeer? We hebben niet meer zo'n vage ruzie. Echt waar? Is dat echt waar of zeggen jullie omdat we nu aan het filmen zijn? Is het echt waar? Ja. En wat helpt om minder vaak ruzie te hebben dan? We denken dingen op het bord om op te spreken en dan werken we dan aan. Misschien niet meer zo'n vage ruzie. Sluit niemand buiten? Ja, en we zijn ook behulpzaam voor elkaar, zodat de kinderen ook aardig tegen elkaar gaan doen. Ja. Wat doen andere kinderen nu anders naar jou dan? Ze kijken anders naar me op, omdat ik wat later in deze groep ben gekomen. Ja. En ja, ze doen aardiger tegen me en dat vind ik heel fijn. Hoe doen ze aardiger tegen jou? Wat doen ze dan? Ja, ze zeggen, wil je ook meedoen met het spel of wil je het liever niet of zullen we dat samen doen? En eerst deden ze dat niet, dan moet ik het echt zelf vragen of ik mee mag doen. Praktisch, dus ze overleggen met jou, ze stellen vragen aan jou. Ja. Oké, super. Dus dan hoor ik er ook bij. Fantastisch. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.